Friesland krijgt op een universitair onderwijs. De University Campus Friesland in Ljouwert wordt de 11e faculteit van de Rijksuniversiteit Grijns. Er komen 400 masteropleidings en een University College in Ljouwert, met plak voor 100 studenten. De kanselarij in Ljouwert is een van de gebouwen dat de universiteit gebruik van maatje zil. Dit is voor de toekomst van Friesland een hele belangrijke investering. Want dan gaat het erom dat wij die kenniseconomie, die het heel tijd belangrijker wordt, die gaan wij fantastisch faciliteren. Wij gaan talent uit de meesten halen. En die kenniseconomie krijgt een enorme boost. Professor Jouke de Vries werd maar ingang van IMI en beneemt staat decaan van de faculteit. De universiteit wil geen werkje, maar de bestaande hogeschool in Ljouwert. We zorgen gewoon dat het zo is dat in Ljouwert op het HBO, werd wij goed in binnen, een heel soort studenten omrennen die het makkelijk naar de universiteit kennen. Nou, die kiezen ervoor om in Friesland te blijven en die biedt nou onderwijs dichtbij. De nieuwe faculteit komt 200 jaar na de sluiting van de Universiteit van Frenscher.